Ga zitten. Dit is een officieel verhoor, dus ik neem het op. Vindt u dat goed? Heb ik iets te vinden dan? En blijven wij u zeggen? Ja, graag. Het is 6 december 2010. Aanwezig bij het verhoor zijn Jack van Houten, recherche Merdijk. Lauwe Selmorst, verdachte in de zaak Rutger Goedhart. Vraag maar wat u wil vragen. U verklaarde dat u en Rutger met ruzie uit elkaar zijn gegaan. Ja. Dat is een heftige ruzie. Dat is heftig, ja. Kunt u dat toelichten? Nou, ik weet niet meer zo precies wat ik allemaal gezegd heb, maar ik heb hem uitgescholden. En die ruzie, was die alleen verbaal? Ik heb hem met geen vinger aangeraakt, als u dat bedoelt. Twijfelt u eraan? Oh, ja, dat moet wel, want daarom zit ik hier natuurlijk. Maar ik wil even heel duidelijk zeggen, ik heb hem niet vermoord. Hij is kapot. En uw vingerafdrukken staan erop. Ja, dat kan. Ik heb dat ding naar zijn hoofd gegooid. Oh, dus wat u net zei, dat klopt niet. Maar ik miste. Dus feitelijk gezien heb ik hem niet aangeraakt. Ja, misschien niet met uw handen, maar misschien wel met een ijzeren staaf. Nee, nadat ik dat ding naar zijn hoofd heb gegooid, ben ik weggegaan. En waarom heeft u dit dan voor mij verzwegen? Vergeten. Oh, u bent het vergeten. Het leek me gewoon helemaal niet belangrijk. Vooral omdat ik hem niet geraakt heb. Ik geloof helemaal niet dat u dit vergeten bent. U heeft dit bewust achtergehouden. U wilde verbergen dat u geweld heeft gebruikt, want dat zou niet zo'n goede indruk maken. En het is immers ook niet de eerste keer, toch? Zegt de naam René Meijer u nog iets?